Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is maandag, de laatste blok van de week. Laatste week van het blok. En vandaag moet ik echt nog even strijden voor het leven. Maar daarna tentamen, rust. Dan begint een nieuw blok. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Helemaal fijn. Ik kan echt niet wachten tot het blok voorbij is. Ik vond neuro echt super interessant. Maar dit blok was mijn partij chaos. Ik kan niet wachten tot het weer is hersteld in mijn hoofd. Echt. Poeh, maar ik ga even blokken. Ik heb straks een werkgroep en dan zie ik jullie later. Aan mijn gezicht dat ik weer helemaal kapot ben. Maar ik heb van 10 tot 5 geleerd. Ik vind het echt heel trots. Ik ben heel trots op mezelf. En nu ga ik even lekker eten. Maar kijk eens hoe schattig mijn moeder. Hoe cute is deze vrouw. Eet smakelijk tot morgen. Ja, ze heeft nachtdienst, maar dit is toch schattig. Maaltje wordt voor vandaag. We hebben een bakje rijst. En curry met een limoentje. Lekker. Go. Yes. Nou, hele goede morgen. Ik was nog even aan het bellen met Indy. En vandaag moeten we echt aan de slag. Oh my god. We maken elke dag een planning. En dan doen we een deel. En dan is het van, ja, snap het wel toch? Maar het is gewoon heel gek. Want je hebt nog geen idee hoe je precies moet leren. En want dan hebben we echt kapotte stress voor een tentamen. En dan halen we het gewoon. En dan hebben we bijvoorbeeld nu amper stress. En dan ben ik toch weer bang van, oh ja, shit. Straks heb ik stress. En straks ga ik niet ineens niet halen, weet je wel. Paniek. En die zit me een beetje uit te lachen. En nu is het zo van, ja, ik ga leren vandaag. Ja, that's it. Ja, het is ook echt heel kut. Maar weet je wat dan wel weer is? Ik doe trouwens. Hè? Zelfs studie 24. Studie 24. Moest ik even kijken wat het was. Zelfs die 24. Oh ja, volgens mij heb ik dat wel gedaan. Je staat niet in het vak die slim. Oh ja, dat was kut. Is dat statistiek? Nee joh, dat is 18. Goedemorgen Shannon. Ik had het net ook al over met Indy. Het is gewoon echt heel ruk dat ik de hele dag achter dit bureau zit. Maar ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. We zitten nu allemaal in de quarantaine, Libby. Dus, Het is wel realistisch. En ja, wat moeten jullie zonder mij? Wat heb je anders te doen op je vrijdagavond na 9 uur, hè? Dus lekker dokter Libby kijken. Wij hebben straks een college over epilepsie. Dat vind ik best wel interessant, dus daar ga ik me even op voorbereiden. En daarna... Oh, dit is onze laatste les voor tentamen! Nee, we hebben toch nog MPT 1? Oh ja, maar dat vind ik nooit echt een les. Ja. Ja. Oeh, spannend. En dan moet het allemaal in je hoofd zitten. Ik moet vandaag de hele psychiatrie gaan stampen. Al die DM5 criteria's moeten in mijn hoofd zitten. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar ga krijgen. Dus jullie zien waarschijnlijk hele debiele ezelsbruggetjes weer voorbij komen. Maar we gaan ons best doen, hè meid? Ja, meid. Ja, meid. Nou, tot later. Oh nee. Oh no. Oh no, 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 no. Oh. Ik kan dat zo slecht tegen als mijn iPad dan, zeg maar, het mapje geneeskunde. Dan met een wolkje en dan aan het laden is dan denk ik beter voor je tandjes. En dan is ook echt mijn blok, wat ik op het moment waar je dat sterretje achter ziet, dat is aan het laden. Oké, het is er. Oké, niks aan de hand. Niks aan de hand. Mij die bel. Ik ga weer even verder. Hey, goedemorgen. Het is 7:45 en ik had besloten om 8:00 te gaan beginnen vandaag. Ah, ik ben gesloopt. Ik weet niet waarom. Ik ben iedere keer zo moe. Maar dat komt denk ik omdat het ook nog donker buiten is. En dan denk ik van ja, ook wel lekker om gewoon lekker in je bed nog even te liggen. Maar dat zit er niet in vandaag. Ik ga nog een laatste dagje blokken. Morgen alles herhalen. En dan is tentamen. Dus we gaan het zien. De dag before tenta. Ik ga jullie vandaag laten zien wat ik doe een dag voor tentamen. Stress valt wel mee. Ik heb sowieso altijd natuurlijk allemaal van die notes en zo hangen. Dat ik allemaal weet dat ik nog een keer moet bekijken voor tentamen. Het is nu... Zag je, ik wilde het uit mijn hoofd doen. Ah. Het is nu 8:00, dus ik ga vandaag beginnen met leren.
En ik ben er vrij zeker van dat deze trui niet van mij is, maar van wie die wel is. Joost mag het weten. Ik ga gewoon eerst nog beginnen met alles wat ik nog wilde zien. Dat ga ik even bekijken. En daarna ga ik nog een beetje gewoon dingen stampen. That's it. Ik ga geen nieuwe dingen leren, want anders krijg ik paniek. En ik weet toch vrijwel zeker dat ik dit het eind van de avond ben vergeten. Dus ik ga gewoon hetgene wat ik nu goed ken, dat ga ik zorgen dat ik dat super beheers. Super goed beheers. Dat ik het op de toets kan reproduceren. Ondertussen moeten we ook natuurlijk weer een unboxingje doen, hè? Want ja, een dag niet besteld is een dag niet geleefd. Nu 12 uur. Ik heb zo'n lijstje gemaakt. Dat is zo'n vergeet-me-nietje. Dat maak ik eigenlijk altijd op papier. Ja, ik weet, ik heb alleen op de achterkant geschreven. En daar doe ik eigenlijk gewoon de dingen die ik gewoon maar niet in mijn hoofd krijg. Maar ik teken ze dan wel gewoon zelf. En dan is dit hetgene wat ik zie dus voordat ik de toets inga. Ik zie er echt uit. Oh my god. Maar ja, ik heb net gewandeld met Diva. En nu ga ik weer eventjes de hond uitlaten. Want ja, ik vind het lekker om even buiten te zijn. Lekker lopen. En dan ga ik weer terug. En dan moeten we weer aan de bak. Ik heb ook nog een briefje gemaakt met wat ik allemaal nog moet bekijken. Voordat ik de toets ga maken. En dat zijn gewoon dingetjes die ik denk van oh ja, oh ja. En op de toets wil je niet een oh ja. Dan wil je gewoon een ja hebben. Dus dat. Ik heb nog geen week gehangen. Maar hij mag er al weer af. Want we gaan weer de kamer tentamenproef maken. Kom maar weer weg voor de zekerheid. Oh, ik vind het online tentamen toch een partij paniek. Jeetje, het is gewoon zoveel meer stress dan dat nodig is. Maar ja, dat ligt ook aan mij. Maar alsnog. Weg, want stel je voor, hè. Mij niet bellen met je fraudige zeik. Dag. Goedemorgen. Nou, het is ondertussen al fucking bijna half zes in de avond. Ik heb de vlog niet geopend. Ik had vanochtend zoveel paniek. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar oh, ik voelde het in mijn hele lichaam. Ik dacht, ik ga het gewoon niet halen. En terwijl ik gewoon echt best wel goed had voorbereid, voor mijn idee. Maar iedere keer kwamen er weer andere dingen uit dat ik dacht van, hè? Maar hoe kan dat nou? En dingen stonden anders in mijn aantekeningen dan op de PowerPoint bijvoorbeeld. Toen dacht ik, waar gaat dit mis? Maar ja, het is voorbij. Het is achter de rug gelukkig. En vanochtend heb ik gewoon nog echt eventjes geleerd. Normaal doe ik het eigenlijk nooit voordat ik echt een toets heb dat ik nog ga leren. Maar nu was er zoveel onduidelijk dat ik dacht van, ik moet het gewoon nog even fixen in de ochtend. Dus dat heb ik gedaan. En ik denk dat ik wel gewoon heb gehaald, maar alsnog, het was echt wel een... Echt, die stress was gewoon niet voor niks. Het was echt een KUT-toets. Ik kan er niks anders van maken. Er kwamen echt termen in waarvan ik dacht, ik weet gewoon niet wat het betekent. Echt niet. En ik kon gewoon een hele vraag niet maken. En dat had gelukkig iedereen. Dus dan zit je met 304 studenten in een WhatsApp-groep alleen maar te zeiken of je toets. Dus het is er even lekker uit. Ik ga gewoon hopen dat ik het gehaald heb. En that's it. Meer dan dat kan ik niet doen. Maar wat wel super leuk is, waar ik dus overigens geen tijd voor heb gehad. Ik heb een pakketje gekregen van Mad Socks. En dat ga ik nu openen. Oeh, dat is dan wel weer gewoon leuk, hè. Dat ik dat pakketje al de hele week zie liggen. En dan nu eindelijk kan openmaken. Oh. Dit is zo leuk. Oh, dit had echt geweldig geweest voor vandaag. Voor mijn neurologietoets, hersensokjes. Oh, daar baal ik van. Die had ik vandaag aan moeten doen. Voor geluk. Ik doe ze nu aan. Oké, dat doe ik zo. En dit is... dit is leuk. Voor cardiologie sokken. Maar gelukkig is mijn volgende blok circulatie. Dus deze gaan echt elke dag aan. Hoe leuk. En ik heb ook nog... Oh, er zit nog een kaartje bij. Ontcijfering doktershandschrift. Bedankt voor je bestelling bij Mads. Ik vond het leuk dat je ons initiatief steunt. En bedankt voor je donatie en het goede doel. Blablabla. Oh ja, als je dus bij hun sokken bestelt, gaat er een deel naar het goede doel. Dat is echt geweldig. Deze zijn ook tof. Dit zijn compressiesokken. En dit zijn normale sokken. Ik ga deze gewoon echt even aandoen. Dit had mij vandaag geluk moeten geven. Jeetje, ze zijn wel echt leuk hoor. Oh, lekker lang ook. Oh, dit is echt genieten. Oké, mijn eigen sokken uit. Hupsakee. Past ook lekker dat blauw en dat geel. Tada! Oh, even goed een stokje erin. Sorry voor mensen met een voetenfobie.
Tadaa! Leuk hè? Ik ben er blij mee. Hoe leuk is dit? Als na tentamenwee. Tentamenwee. Dit is toch echt leuk. Ja, ik ben hier blij mee. Ik heb ze dus nu genomen in chirurgie. Dat zijn deze en cardiologie denk ik. En natuurlijk de neurosokken die ik vandaag aan heb moeten doen tijdens tentamen. Maakt niet uit. Ik ben er blij mee. Helemaal leuk. Ik ga... Oh ja, ik heb trouwens wat gekocht. Je gaat stuk. Het is een microfoon. Dit is toch geweldig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Wat gek, hè? Oeh, Lionel heeft dus van die snoepjes. En daar zitten deze dingetjes in. Ken je die nog van vroeger? Oh. Nou, die vind ik echt lekker. Oh, nou helemaal niet meer zo lekker als wat ik vroeger dacht. Ik was net nog even naar Seth geweest, naar de baby. Was echt super leuk. Hij is in augustus geboren, dus een tijdje later. Maar corona en kwam iedere keer wat tussen. Nu dacht ik, nou oké, we gaan gewoon even afspreken voor de avondklok. Dan kom ik eventjes langs en even een cadeautje afgegeven. Het was echt leuk om haar even weer te zien. En natuurlijk de baby te bewonderen. Echt een schatje. Verder ga ik even chillen. Ik merk gewoon echt dat ik kapot ben. Al die tentamenpaniek, die komt eruit en je wil niet weten. Ik kan gewoon, ik weet niet, ik voel me echt helemaal leeg. Ik had ook gewoon gedroomd dat ik in een neurale buis lag. Nou, als je... Iemand weet wat een neurale buis is. Dat is dus zeg maar zo'n deeltje van het embryo. En zo sluit dan het ruggetje. Nou, ik had dus gedroomd dat ik daarin lag. Nou, dat is geen goede zaak. Maar ja, dus het zit nog allemaal nog heel erg in mijn hoofd. En ik ben echt moe. Dus ik ga gewoon lekker chillen. En ja, yeah, that's it. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken weer. Volgende week gaan we lekker weer met volle moed een nieuw blok beginnen. Dus ja. Yeah. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Doeg!